Voor feest in het voetbal, en dat zou het altijd moeten zijn, moet je tegenwoordig naar de kust waar Royal Knokke de zeges aan elkaar reigt. Kind van de rekening was ditmaal Oudenaarde, dat wel goed van start gaat en alles goed vastzet tot wanneer de thuisboeg dan toch het gaatje vindt en zo op 1-0 weet te komen. Dan moeten de bezoekers komen, willen ze punten behalen en dat is dodelijk tegen dit Knokke. De 2-0 laat niet lang op zich wachten, zodat ze in de tribune alvast verder kunnen feesten. Nog voor rust is de 3-0 een feit en dan is het te boeken toe voor de bezoekers, want ook in de tweede helft houdt goalie Bram Papen van de thuisploeg zijn netten schoon. En zo scoort de thuisploeg nog de 4-0 en niet veel later de onterechte afgekeurde 5-0. En zo lijkt het er stilaan op dat de clash op 4 februari in eigen stadion tegen Lommel wel eens een regelrechte strijd kan zijn voor de felbegeerde eerste plaats. Ja, werkloos. Je weet in de wedstrijd dat je altijd balletje moet pakken. Maar eigenlijk voor de rest heb ik eigenlijk niets van werk gehad. Verdiensten van de ploeg. Speel vandaag weer een uitstekende partij. Ik denk dat we nu kunnen zeggen dat we definitief gered zijn. Ik denk dat we dat nu niet meer zelfs moeten overbabbelen. Ik denk dat we nu verder moeten kijken. En binnen 2 weken komt Lommel naar hier. Dus we hebben nu eerst een verplaatsing naar Maasmechelen die we zeer graag winnend zouden afsluiten. Want dan spelen we echt een topper van formaat. De nummers 1 tegen elkaar. En daar moeten we echt een grandioze wedstrijd van maken. Het is nu al een sfeervol stadion steeds bij de thuiswedstrijden hier. Wat gaat dat dan worden? Well, laat ons hopen dat iedereen de weg naar ons stadion blijft vinden. Maar ook de ambiance vandaag in de tribune. Ongelooflijk, is leuk. Je wordt erin meegezogen. Leuk.